En daar zijn we weer. Live op YouTube. En ja, het is hier een prachtige dag op Agrotechniek Holland. Editie 2022. Het is trouwens ook Groentechniek Holland. Dat is nu gecombineerd. En het is... We hebben zo'n mooie dag gehad. Het is nu al. Het is nog niet eens echt voorbij. Maar Stier Herman heeft als een dolle gedraaid. De opening is geweest officieel. Er zijn prijzen uitgereikt. We hebben een wielwisselwedstrijd gedaan. Nou ja, allemaal leuke dingen. En hier is de man in charge, Willem Bierema. Willem, welkom. Dankjewel, jij welkom. Ja, de boss van Vedeconvers. Ja. Dit allemaal georganiseerd met al jouw mensen. Wat een mooie dag. Ja, prachtig. Je moet altijd geluk hebben met het weer. Dan word je gelijk vrolijk als het zonnetje is en het regent niet. En normaal gesproken de eerste dag, er is altijd een beetje de laagste bezoekersaantal. Maar nou, gangpaden en stands goed vol. En we hebben nog een kleine mini-beurshal voor de wat kleinere standhouders. Ja, daar hingen ze ook met de benen uit. Dus ja. Perfect. Onvoorstelbaar, want wij liepen een rondje, Stefan en ik. En toen was de beurs 20 minuten aan de gang. Toen was dat stampvol. Ja. Ja. Ja, dat komt een beetje traag op gang. Nee. Nee, voor 10 uur stonden er al hele lange rijen voor de dichte entreepoort. We hebben er nu 2, voor ja. Groen en Agrotechniek. En pas toen de boel open ging, slonken die rijen wat, zeg maar. Ja, maar tot een uur of 1:30 kwam er nog volk aanlopen, in plaats van dat volk wegliep. Dus ja. Dat is heel goed voor de bezoekers. En wat mij opviel, zoveel jongeren. Ja. Ontzettend veel. Ja, en het gekke is... daar hebben we eigenlijk dit jaar wat minder aandacht aan besteed. Want we dachten, die 2 beurzen bij elkaar, het moet niet te druk worden. Dus zoek alleen de professional op in de media, via marketing. Maar toch, ja, weer heel veel studenten. En dat is op zich wel heel goed. Want de agrarische sector, de groensector, hebben natuurlijk heel veel behoefte aan instroom van nieuw personeel. Ja, nou, ik heb ook een paar mensen getroffen, ook jong, hè, begin 20. En die nemen dan, gaan het bedrijf van pa en moe overnemen. In deze tijd, je moet er ook nog maar zin in hebben. Je moet ook nog durven. Ja. Maar er zit geen enkele aarzeling. Nee, nee. Ik ben het eigenlijk wel met ze eens. Er is nu iets gaande, iets extremistisch op gebied van op gebied van klimaat en op stikstof. Kijk, een boer zal ook zeggen, ik wil goed zijn voor het milieu. Dus goed zijn voor de bodem, voor het water, voor het dier, voor de planten. Maar ja, ik denk dat boeren en hoveniers, dat zijn natuurmensen. En die doen het al generaties. En in die generaties zijn er wel eens vaker warmere periodes geweest. 50 jaar geleden, toen opa nog boer was. En het is ook wel eens kouder geweest. En als de politiek ook weer wat minder golfslag gaat maken... Wat minder oververhit raakt. Ja, precies. Ja, dan gaat het wel weer door. En een boer en hovenier, vergis je niet, in deze sectoren, dat zie je ook wel op de beurs terug... Die innoveren zich er ook door. Die blijven rustig, maar er wordt veel ontwikkeld. En als je ziet, 10 jaar geleden een landbouwbeurs of een groenbeurs zoals deze. En nu, een wereld van verschil. En er is heel veel winst behaald. Niet zozeer in geld, maar wel in efficiëntie, in minder chemie. Dus beter voor het milieu, dierenwelzijn. Ja, ja. Een van die innovaties, ik heb vanmiddag Vedro gehad, met een gouden klavertje 4. Maar zo'n andere innovatie, Lely heeft er een, en er is nog zo'n bedrijf, die hebben... JOZ, en die hebben van die ammoniakafvangers eigenlijk. Ja. En daarmee zou je stikstof ook naar beneden kunnen brengen. Ja. Dat is zo'n innovatie in de sector. Werkt dat echt? Ja, er is nu een... kijk, het is al heel veel getest. En ze zitten nu even... Zijn ze in afwachting van echt officiële erkenning... vanuit de EU en vanuit de Nederlandse overheid. Er is al een voorlopige erkenning toe. Dus die resultaten zijn op papier en in de proefopstelling... zeer veelbelovend, tot 70%. Nou, dat is eigenlijk de meest hoge norm... die minister Van der Wal al wil bereiken. Dus daar gaat het al goed. En er is nu een proef bezig met, ik geloof, 80 stuks... waar ook het ministerie van Landbouw meewerkt, maar ook Rabobank. En de voorlopige resultaten daarvan zijn ook heel erg goed. En wat is nou het mooie eraan? De stal waar zo'n stikstofwasser katalysator op zit... die heeft ook schonere lucht. Dus een kalfje die groeit per maand 5 centimeter meer. Heeft meer zuurstof in het bloed, heeft betere, grotere hoorntjes... dan eenzelfde kalfje van dezelfde vader, zeg maar, in een stal zonder zo'n stikstofwasser. Ja. En het bijproduct, wat misschien wel op termijn wel het hoofdproduct gaat worden als verdienmodel, dat is ammoniak. En met het ammoniak kun je kunstmest kun je ervan maken. En dan niet op de conventionele manier, wat heel veel energie en geld kost,
maar gewoon op een natuurlijke manier. En men verwacht dat in de toekomst, met een jaar of vijf, niet waterstof, maar ammoniak, gewonnen uit die stallen, dat dat de beste energiedrager is om voertuigen aan te gaan drijven. Nog beter dan waterstof en ook nog veiliger. Dus wat dat betreft, sommigen zeggen, de veestapel saneren, hij moet verdubbelen, want we hebben het hard nodig. Ik zou zeggen, dat is een mooie stelling voor morgen. Ja. Minder koeien, nee, meer. Juist. En dan moeten we hier iemand van een JOC... Lely is hier niet, hè? Nee, maar ik heb hier wel iemand. Dat is een derde fabrikant van stikstofwasser. Die komt hier graag even langs, deze zijn verhaal. Dat gaan we dan morgen doen. Ja. Dus als je hierin geïnteresseerd bent, morgen weer kijken. We zijn 2 keer per dag live op YouTube, dus dat is een makkie. Jullie, kijk, er is een heleboel lol en de sfeer is goed en het is leuk. Maar dat is natuurlijk voor zo'n beurs niet voldoende. Dus je moet ook in de diepte. Ja. Wat doen jullie daaraan? Nou, we hebben voor beide beurzen, want het zijn echt toch wel aparte beurzen qua thematiek en bezoekerswerving. Maar voor beide beurzen hebben we eigenlijk de vlaggenschepen zijn 2 paviljoens. 1 is Zero Emission voor groentechniek. En dat laat zien, 10 jaar geleden was er nog een kleine grasmaaier was elektrisch. Nou zijn zelfs shovels en trekkers zijn elektrisch of op waterstof. Dus we willen de groenprofessional laten zien dat zeker wel dat aanbod er is. En gemeenten vragen er ook om. Die willen niet meer 's ochtends om 8 uur een ronkende en veel geluidmakende veegmachine of een hovenier met een kettingzaag bezig hebben. Nee. Moet allemaal elektrisch. Het is ook schoner en minder onderhoud ook. Dus dat kan. En voor Achternik hebben we grenzeloos innovatief paviljoen. En daarin tonen we innovaties voor water, voor mest en voor chemie. Dus minder gewasbescherming. Technieken die nu al beschikbaar zijn, die voldoen aan de regelgeving die strenger wordt over een paar jaar. Dus ze kunnen de regels aanscherpen wat ze willen, maar de techniek heeft er vaak nu alweer een aanbod op. Zo hou je een voorsprong, op. Zeg maar. Precies. Ja. En zo innoveer je jezelf de grenzen uit. Daarom heet het ook grenzeloos innovatief. Ja. En dan hebben we nog een paviljoen en dat is Agro Promotie Paviljoen. Normaal gesproken mikken wij alleen maar op de vakman, de hovenier, de loonwerker, de boer. Maar nu mikken we ook op burgers en buitenlui die sympathie hebben voor de agrosector. En die willen we informeren hoe wij vinden dat de landbouw in de groensector ervoor staat. En niet wat bijvoorbeeld Wakker Dier of GroenLinks daarvan vindt. En als we die burgers en buitenlui wat beter informeren, ook in de Randstad, dan gaan ze ook anders denken over de berichtgeving in de media en wat politieke partijen zeggen. Dan gaan ze misschien wel wat op meer wetenschappelijke basis, hun neutrale basis, hun stem op een partij baseren. Over een partij gesproken, de achterburen, daar staan ze. Ja. De boer-burgerbeweging is hier. Dat vind ik wel bijzonder op een landbouwbeurs. Ja, ja we hebben heel vaak wel hoog bezoek uit Den Haag. Maar ik was heel erg verbaasd toen we de aanvraag kregen of ze ook mochten exposeren om hun leden te ontvangen en te bedanken voor hun lidmaatschap en om leden te winnen. Ik vind het eigenlijk ook heel logisch. Dat is het ook. Ja. Het is ongewoon, maar heel logisch eigenlijk. Kijk, boer-burgerbeweging gaat voor het platteland. Nou, wie werken daar en wie harken dat eigenlijk aan? Wie houden de grootste tuin van Nederland schoon? Dat zijn de hoveniers, de loonwerkers en de boeren. Ja, die lopen hier. Dus ja, schot en de roos voor hun. En ze pakken leuk uit. En volgens mij de provinciale statenkandidaten staan de boel te bemannen hier. En de voorzitter is hier. En ik weet zeker dat nummer 2 van de partij hier ook nog komt. Helaas Caroline van den Plas waarschijnlijk niet, omdat hij natuurlijk wel wat beveiliging nodig heeft. Dat is natuurlijk een godspunt dat moet in een democratie, maar ja, het is helaas niet anders. En dan is dit wel een heel groot publieksevenement en daar worden beveiligers nogal zenuwachtig van. Ja. Kop de vuur. Ja, klopt. En ik moet ook zeggen, ik heb eigenlijk nog, één man die zei van ja, die politiek moet opbouwen. Dat was alles. Ja. Want eigenlijk, mensen willen het er helemaal niet over hebben. Nee. Nu even niet. Nee. Ja, dit is gezellig, dit is leuk. Dit is een uitje. Is what you get. Hier zijn geen verborgen agenda's. Of hooguit dat net zoals politieke partijen elkaar natuurlijk stemmen willen afvangen. Zo zullen hier, en zo gaat het in de rechtermarkt, zullen bepaalde standhouders met
merken van hetzelfde product zullen proberen hun product te pluggen. Maar goed, wat je hier wel ziet is dat hele oude economische principe van niet uit elkaar gaan staan. Dus het meubelboulevardprincipe, dat als je bij elkaar gaat zitten, verkoop je meer. Ja. En dan zie je bij die bandenjongens hier verderop. Ja. Die staan allemaal tegenover elkaar. Ja, die clusteren. En, ja, die clusteren. Dat is hartstikke leuk om te zien. Ja. En het is een familie-evenement. Ik heb ook gewoon ouders gezien met kinderen, wandelwagentjes. Ja, dus op de zaterdag van oudsher is dat helemaal altijd de drukste dag. En dan komen opa en oma ook mee, of de kinderen. En, Heb je enig idee hoeveel mensen er zijn geweest vandaag? Nee, heb ik niet. Ik ben nog niet eens achter geweest, backstage, waar de entreepartijen aan rapporteren. Dat hoor ik vanavond allemaal wel. Ik weet wel zeker dat het drukker was dan de afgelopen paar edities, 19, 18, 17, 16, op de eerste dag. Ja, 100%. En dat zien we bijvoorbeeld aan het aantal parkeerbewegingen. Ja. Dat krijg ik dan wel door. Hoe vaak de catering moet bijvullen, zeg maar. Ja. Dat zijn van die indicatoren, dan heb je al wel een beetje een gevoel. Ja, nou, het was te zien. Ja. Kon over de kop wel lopen, denk ik zo dan. 100%, ja. Ja, echt prachtig. Nou, we gaan je regelmatig even voorbij zien komen, hè, hier om updates te geven, weet ik veel wat. Morgen is dus de stelling van de dag, minder koeien? Nee, meer! En dan gaan we het hebben over ammoniak installen en hoe dat probleem opgelost wordt. Je moet wel oppassen, want Wilders heeft met die vraag, maar dan ging het niet over koeien, maar over, geloof ik, mensen uit Finland. Heeft een keer... Is hij alles veroordeeld? Is hij toen veroordeeld daarvoor? Ja. Gaat wel lang duren. Ja, gaat lang duren. Ik durf dat wel aan. Jawel. En als helmetje. Ja. Partners in crime. Ja. Hey, Willem, heel erg bedankt. Heel veel succes met alles op de beurzen eromheen. En, kom goed. Kop de vuur. Ja. Wil je een flesje Nadals mee? Lekker. Hopla. Goed zo. Mooi, hè? Mooi. Doe.